Het hondje van mijn buurvrouw is overleden. Oh, Tabby. Tabby, ja. Ja, dat zal ik even uitleggen voor de mensen vanavond die in de zaal zitten die niet uit Rotterdam komen. Maar heel veel mensen in Rotterdam die een hond nemen, die noemen die hond dan Tabby. Want dat vinden ze heel makkelijk. Als ze het beestje willen roepen of ze willen een beetje schelden tegen dat beestje, dan hoeven ze niet zulke lange zinnen te maken. Tabby nou gedaan! Tabby nou in je muil! Tabby nou ook verscheid op het hoofdpolig pleurig beest! Tabby. Ja. Ja. Ik vind hem zelf ook echt leuk. Echt waar. Ik vind hem zelf hartstikke leuk. Maar goed. Alleen Duncan wil naar huis. Maar... Tabby was het hondje van mijn buurvrouw Corrie Parlevliet van Café de Klapdeur van vroeger met Corrie zelf. Corrie Parlevliet had zichzelf ooit op een dag in het volle licht volledig gegeven aan een hele leuke man, Hans. En Hans was ook echt een leuke man, alleen Hans had één groot nadeel. Hans was niet te vertrouwen met andere dames. Sterker nog, een vrouwtjeslabrador door mijn lippenstift, dat werd te gevaarlijk voor Hans. Op een slechte dag is Hans er vandoor gegaan met een andere dame, of zoals Corrie altijd zegt, die opgespoten blonde wip-wip, kutwijf. En vanaf dat moment heeft zij alle mannen uit haar leven gebannen. Sterker nog, ik ben de enige nog die bij haar over de vloer mag komen. En vanaf dat moment heeft Corrie zich volledig toegelegd op hondjes. Alleen Corrie heeft nooit zoveel geld. Dus het is ook niet echt stamboommateriaal wat ze over de vloer haalt, hè. Ik heb daar schepsels voorbij zien kruipen. 40 keer gemuteerd. Het Natuurhistorisch Museum in Leiden zou er een moord voor plegen om dat in een wekpot tentoon te mogen stellen. Op sommige hondjes moest je een post-it memo plakken met hondje, anders had je nooit van zijn leven als je geweest. Tabby ook. Tabby was een exemplaar. Tabby was een poedel. Althans, het was erbij gezegd. Tabby had een haarziekte, wat eigenlijk inhield dat Tabby helemaal geen haar niet had. Niet meer. Was een soort diepvrieskip met 4 pootjes. Tabby had een voorbite, maar dan alleen aan de onderkant. Die zat heel de dag zo. En Tabby, die had een laaghangend buikje. Dat geeft niks wat Duncan, heb ik ook bij warm weer. Maar... Dat buikje, er zaten kosten op. En die kosten waren permanent ontstoken. En er kwam per dag, kwam daar, en daar lieg ik niet, 1,5 deciliter van dat dikke groene gewondvocht kwam daaruit. Ja, je wist eigenlijk nooit wie er daar precies gedweld had in de keuken ook. Maar goed, zij hadden een hartstikke leuk leven met dat hondje. Totdat Tabby op een slechte dag begint te piepen. En heel hard rondjes achter zijn eigen staart aan begint te rennen. Dus zij had natuurlijk in de eerste instantie zoiets van... Tabby! Ja. Het is hogeschoolhumor, hè? Maar goed, toen dat piepen en dat draaien op een gegeven moment 3 weken duurde... en datzelfde vocht wat eigenlijk al jaren uit de korstjes droop ook langzaam uit anusjes sijpelde... dacht ze, nou ik ga het eens even op de huisdierenpost op aan. Dus zij naar de huisdierenpost en ze zegt tegen die dierenarts, ze zegt... het gaat niet goed met Tab! Dus die dierenarts die zegt, dat bepaal ik wel! Ja, het is pittig volk Rotterdam. Dus een fuik. Dus Tabby ging het onderzoekscircuit in, werd bloed afgetapt, tussen een kopieerapparaat geklemd. Jada, 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 uitgezaaide vliegende kanker en niks meer aan te doen. Advies van de dierenarts, geef hem een spuitje en houd de herinnering levend. Maar dat kon ze niet. Dat kon ze niet. Nee, ze heeft Tabby mee naar huis genomen, heeft Tabby in een plusje mandje gezet voor 3 weken. Jezus van het kruis af zitten bidden. Straalkacheltje ervoor op standje 9. In de hoop dat het allemaal nog maar goed mocht komen, maar dat kwam niet meer goed met Tabby. Dus 3 weken later gaat bij mij de telefoon. Morgen gaan we het doen. Dus ik zeg... Ted krijgt morgen een spuitje. Hij moest zo lijden. Ik ken niet langer zo. Voel je niet verplicht? Maar het is om 2 uur. Ha. En als iemand tegen mij zegt... voel je niet verplicht, maar het is om 2 uur... sta ik om 10:30 al klaar in een zwart pak met een tak en een krans en een Mieke Telkamp CD voor die deur natuurlijk. Waarheen leidt de weg
die wij moeten gaan. Ik kom daar binnen. Die dierenarts neemt me meteen apart in de gang. Hij zegt, meneer Groenendijk, want zag hij gelijk hoor. Hij zegt, voordat ik met u op de foto ga. Hij zegt, moet ik eerst even wat vertellen. Hij zegt, ja, het is geheel tegen mijn beroepsethiek in. Maar mevrouw Parlevliet was gisteren zo over de theewater. Ik heb Tabby gisterenmiddag nog even een impulsinjectie gegeven. Ja, ik wist dat dus helemaal niet wat er was. Maar er is dus, als je zeg maar nog geen afscheid kan nemen van hoe je hondje vroeger was, wil zo'n dierenarts nog wel eens oogje dichtknijpen. Hij mag het niet. Maar dan geven ze hem een soort adrenalinestoot, een impulsinjectie noemen ze dat. En of het hondje het nou wil of niet, of het hondje het nou snapt of niet, hoe terminaal het hondje ook is. Het hondje leeft voor anderhalf uur nog even helemaal op. Want Corrie, die wilde, en ik zeg het er op dit punt in de voorstelling altijd maar even bij, er gebeurt, nog een professionele fotosessie met Tabby. Heeft dat beest nog geen 24 uur voor zijn officieel overlijden? In het Kralingse bos met een jurkje en een hoedje achter een poppenwagen gehangen. Vastgeketend op een skateboard van een helling afgeduwd. De laatste 24 uur van het hondje, het is een hel op aarde geweest. Joh. Dus goed, ik kom daar binnen in die woonkamer en er zit Corrie al hem in de verdriet zo op de knietjes voor dat mandje. Tabby stond recht overeind in het mandje, durfde van alle spanning nooit van zijn leven meer te gaan liggen. En dan Corrie heel de tijd met van die lange halen boven dat stervende beest. Tabby, nou gedaan, jongen. Tabby, nou gedaan, jongen. Ga maar naar het licht, hoor. Ga maar naar het licht, hoor. Ga dan. Ja, kan je lachen, maar dat is dan het laatste wat je ziet voordat je doodgaat. Dus goed, ik kijk zo naar dat stervende hondje met die half gebroken oogjes. En ik denk, nee, maar jij wil wel dood. Maar jij durft het leven helemaal niet te laten. En niet voor zichzelf, joh, ben je gek, die was er al helemaal klaar voor om naar dat licht te gaan. Nee, voor die idioot die er al 3 weken lang lag te geven. Ze kon hem niet laten gaan. En ik geloof oprecht, ook al is het maar een huisdier, zoals we dat dan altijd zeggen, dat zo'n beest dat voelt en dat hij zich verantwoordelijk voelt. Zij kon hem niet laten gaan, dus hij durfde het leven ook niet te laten. Dat was verschrikkelijk. Die dierenarts is erbij gekomen. Die heeft hem 3 spuiten moeten geven voordat hij uiteindelijk is ingeslapen. Die staat ingeslapen. Die werd binnen 30 seconden stijf. Die kon je als piek op je kerstboom zetten. Eerlijk maar. Dus goed, ik zei tegen Corrie. Ik zei, joh, hartstikke gecondoleerd. Ik vind het hartstikke vervelend voor je. Ik zal hem meenemen en dan breng ik hem morgenmiddag wel even bij de GKRO. De GKRO. Ja, er is zo'n dienst bij ons hier toch, waar ze dan overleden huisdieren en kleinvee, dat wordt er dan gecremeerd. Ik denk, ja, hoef zij niet te weten, maar die prop ik bij de Lidl wel in de glasbak. Nee, arme Ted, hoe kan je dat nou zeggen? Zaterdagmiddag is de crematie. Voel je niet verplicht? Ben ik op mijn vrije zaterdag naar de crematie geweest van een hond waarvan het ras nooit officieel is vastgesteld. Bij Barendrecht, ken je dat? Huisdierencrematorium, de smeulende poes, ik weet het niet echt trouwens. Ik kom daar binnen, ik dacht, ach wat leuk, ik ben de enige die op de uitnodiging is ingegaan. Het hele crematiezaaltje was uitgestorven, maar er was geen hond op. Ja, Tabby, die stond nog steeds recht overeind in hetzelfde mandje. Heb ik na 1,5 uur moeten luisteren naar de speech over een overleden poedel? En als de deurbel ging, begon die te kwispelen. En als de magnetron klaar was, dan legde die een rol in de vijver. Weet je wat we moesten doen? Nog een minuut stil te houden om Polly te herdenken. Polly. Dat was de kanarie, die is in 2006 in een fonduepan geflikkerd. Dat is er nog niet overheen. Een priester werd erbij gehaald. Bloemblaadjes werden over het staande lijkje heen uitgestrooid. Tom Jones werd gedraaid. It's not unusual to be loved by anyone. Nou, ik zat daar op een gegeven moment een partijtje wortel te schieten. Ik heb het hondje vastgepakt en hoogstpersoonlijk met mandje en al die oven ingeflikkerd. Nee, maar jongens, anders had ik er nog gezeten. En ik heb nog wel even door het raampje staan kijken hoor, van het oventje of het allemaal nog wel goed ging. Tabby, nou je koppie in de fik.